En de post die bracht mij wat. En dat is voor die jonge dame die in de vensterbank stond. Nee. Kom maar, kijk je de haartjes. Lekker je wijfie. Wees is het zo lekker mee. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben er weer. Ja, ik wens jullie natuurlijk van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zaterdag 8 augustus in mijn leven om 14 minuten over 1. En de post die bracht mij wat. En dat is voor die jonge dame die in de vensterbank stond. Dus ja, we gaan haar even openmaken als dat wil. Zonder schaar? Nee, dat wil dus weer niet. Pak er weer een schaar erbij, hè. Knip, 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 knip. Ja. Dan moet ik nog uit kijken waar je knipt. Zo. Keurig netjes, het gaat allemaal goed. Ja. Is voor jou? Ja, daar. Nou, dan zullen we het proberen. Het loopt alweer weg. Dus we proberen er op de bank te krijgen. Ga op de bank. Kom. Nee. Kom. Kom eens hier, malle meid. Malle meid. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Ik ben bang dat het nog te klein is, hoor. Dat hele stiekje, dat moet van voor onder de kin. Nou, ik zal het proberen te pakken. Nee, ik kan het volop op. Ga op de bank. Kom mee. Wat vind ik, ja. Hoppada. Hoppada. Kom eens bij me. Zeg maar dag allemaal. Hup. Ja, dat ging al goed, zo, ja. Dan moet wat zo, dan moet je oren doorheen. En die oren doorheen. Moet het doorheen. Kom eens hier. Ja, je moet wel blijven komen, niet? Ik moet een lusje te pakken. Zo, hallo. Hallo, kijk eens aan. Ben je mooi? Wat ben je mooi? Zo mooi. Heb ik 10 jaren niet gezien. Zo mooi. Nou, zo mooi. Mooi kindje. Doe die oren maar naar voren, hoor. Ja. Zit je nou zielig te kijken? Hé, wat zie je nou zielig te kijken? Staat je mooi, hoor. Ja, mooi kindje. Hé? Mooi kindje van me. Ben je een mooi kindje? Ga je er maar bij liggen, schat. Mag ook, hoor. Nee? Zo. Ja, ik word nu zo. Ja. Zet je beeldig. Zet je
beetje beeldig. Hoe moet je nog gapen ook? Kom maar, dit gaat je weer aan. Ik hoef het in huis niet, hè. Nee, wanneer het zonnetje schijnt. Maar dat past je. Ja. En nog hoor, vind ik dat het niet goed gemaakt is voor die hondjes. Nee, ze moeten dat meer bij honden zelf gaan aanmeten allemaal. Voor verschillende honden gaan aanmeten. Dat doen ze niet. Maar hij is leuk. Kijk, want het moet eigenlijk toch zo, vind ik. Dat is bij ons toch ook, dat staat toch ook niet voor je ogen. Moeten ze zo doen. En die kopjes lopen niet zo. Dat het daarom naar beneden gaat. Nou ja, in ieder geval, ik ben er blij mee en het doet gewoon weer in het zakje, dan blijft het schoon en netjes. En kijk, daar is onze prinses Ewen weer. Die is nog steeds aan het bijkomen van gisteren. Haar dag vol met avonturen. Er is nog steeds van aan het herstellen. Hé, meisje. Dus ja, al met al... Oh ja, jullie staan naar voren toch, doen we het weer zo. Al met al, ja... Heb wel een goede nacht gedaan. En daar ben ik blij mee. Als je die plaatjes ook ziet, wat voor hondjes het ook dragen. Ik vind het gewoon... Het zijn hele andere kopjes ook, hè. Zien jullie dat? Maar ja, oké, zo'n beleving. Ik vind die trouwens ook hartstikke leuk. Dat is zo'n zonnehoedje, die onderste. Die heeft dat hondje ook op, geloof ik. Ik weet het niet. Zo'n soort hoedje. Strikje achterop. En dat zijn die echt die hele kleine hondjes. Die je in de tas mee kan nemen. Ik zag gisteren op Facebook zag ik een filmpje voorbij komen. Van nou, die vrouw die had een heleboel van die hele kleine hondjes. Ze zet ze zo achter een gordel neer op de bank van een auto. Later doet ze allemaal in een mandje, doet dat mandje dicht. En draagt dat mandje als een tas. Ik denk, ja, hoe ga je met zo'n dier om? Je propt niet alle diertjes bij elkaar erin. Want die kleine hoopjes, hup, 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 ging het. Ik denk, ja, lood. Het zijn levende wezentjes. Hele kleine, nou, ongeveer zo klein. Ik denk dat ze speciaal gekweekt waren of zo, hoor. Ik weet het niet. Zo haastje gekrompen in de wasmachine. Ik vond het bizar. Ik denk, nou, het zal. Zo, nou, dan kan ik dit ooit gebruiken als ik ook wat versturen moet of zo. Ja, als ik hond altijd meegenomen. Nou, ik ging dat ook weer opruimen, dat ik weer weg. Dus ja, ik zal even zien of mijn meisje eten wil, zo meteen. En even schoon water geven. Hè? Dus, en ik zal Rijke uitlaten en ik ga niet weg verder. Ik zou eventjes nog naar de Vibra toe, maar dat doe ik me niet, want het is bloedjesziekelijk heet. En ik heb daar problemen momenteel mee. Ik heb het wat benauwd, dus ja, ik ga alleen nog maar eventjes met mijn meisje lopen en meer niet. En voor de rest, nou ja, ik heb gisteren niet gevlogd in verband, tenminste gevlogd, wel gevlogd, maar niet in elkaar gezet in verband dat Ewen weg was. Dan was ik zo over mijn toeren. Dus ja, ik wil ook weer even wat in elkaar zien te flansen voor jullie. En ook voor mezelf natuurlijk.
En dan zullen we het wel weer zien. Het ligt momenteel heel veel daar of op de bank. En dus, nou, ik laat het maar mooi leggen. Hoop ik. Je zou haast nou medelijden met te krijgen, hè? Ja, ze moet drinken, hè? Drinken, 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 nog eens drinken. Eten hoeft niet, ze me drinkt. Dus ja, daar zal ik zo meteen ook mee aan de gang. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier bewolkt, maar buiten is het ook bloedheet. Bij de poort 37 graden. En wat geeft hij buiten aan? Ik ga zo op de telefoon kijken wat hij daar zegt. Even verversen. 28 graden en er staat 29 bij. Dus ja, 28 graden is ook lekker heet. Dan zal ik op Ome Toon kijken. Kijken of die zegt dat het allemaal gewoon gelijk heeft. En dat is mijn mobiel. Ja, ook 28 graden. Dan krijg ik een appje binnen van Karin. Nou, dat zal ik zo meteen afluisteren. Ik wens jullie er nogmaals een hele fijne, liefdevolle dag toe. Geniet ervan. En tot later. Doei. Nou, het meisje ligt lekker op de bank. Rijke, die staat hier. Maar ik heb even wat aangedaan. En dat is de ventilator. En dan stond Rijke nou net zo mooi er vlak voor, zo naast de stoel. En al die haartjes gingen overeind. Is het lekker, meisje? Is het lekker? Lekker, kind. Ja, kom maar. Rijka, kom dan. Kom maar. Kijk, je haartjes. Lekker, wijfie. Maar is het zo lekker, meisje? Slitje regelen, hè? Ja, dat is lekker. Kom maar. Kom dan. Ga je daar weer? Hij is niet lekker dan. Denk je om je zusje? Rijka, denk om je zusje. Goed zo, grote meid. En ze voelen het op de bank ook wel, hoor. Want er staat die kant op gericht, dus ja. Dan gaat er mooi, mooi om de tafel ook heen, dus. Hé? Het laken waait ook heen en weer, dus. Het truitje waait heen en weer. Zoals dat kleed waait heen en weer. En dus. Komt genoeg bij ze. En ik ben daar weer mee bezig. Ja. En de telefoon die ligt daar en aan de andere kant is Karin, denk ik, die is eventjes iemand aan het helpen. Dus ja, dan doen we maar eventjes dit even. Jij weet ook niet wat je wilt. Ik zal je straks ook weer even kammen. Maar dan gaan we eerst even de vlog afmaken. Dan hou ik me bezig met de vaat. Want de vaat die moet leeg en dan moet weer gevuld worden. En dan ga ik jou kammen. Er is nog een hoop te doen. Ja, ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Dat doe ik ook. En ik heb het
raam van de keuken een stukje open, zodanig dat eeuwen er niet uit kan. Die deur heb ik nog dicht, want ja, daarin, die kant is de warmte nog. En ja, het is heel raar weer, wil ik eigenlijk zeggen, want hoe heet het? Het is kier, het is bewolkt, hier een beetje blauwe lucht en daar een beetje blauwe lucht. Het zonnetje schijnt, het is warm, het is heet, het is 33 graden bij de poort. Dus ja, en hoeveel is het buiten? Gaan we ook even bekijken. Ja. Oh, dat is nog wat. Dus app even afsluiten. Even verversen. En hij zegt 28 graden op de vlakte. Nou. Altijd goed. Ja hoor. En nou legt de andere dame in de mand. Hallo. Hallo. Rijka. Kikaboe. Ewin. Hi prinsesje. Oh meisje toch hé. Oh goeie. Ja, ze heeft trouwens goed gegeten, lieve vrienden. Ja, heel erg goed. Ik had een zakje met zalm geopend, op een schoteltje gedaan. Die heeft ze, tenminste eerst een klein beetje, dat begon ze op te eten. Ik dacht, mooi. De rest erbij op gedaan, at ze op. Ik dacht, mooi. En ze bleef me likken aan het schoteltje, die kloddertjes allemaal. Dus ik nog een zakje zalm gepakt en hup, er ook op gegooid. En daar heeft ze nog een kwart van opgegeten. Nou, heerlijk. En de rest is weer door wie dan ook. Gestolen ja nou, miauwen. Ja, kind. Ja. Och, goedje toch. Een meisje toch. Hé? Ja, kind. Och, wijfie toch. Hé? Vrouwtjes, prinsesje. Ja, goeie. Ach, goeie. Hé? Nou, komt het goed met jou, hè? Ja. Hé? Ach, goeie toch. Bekkie ziet er ook alweer beter uit dan het was, hè? Ja, het is een heel klein schaafplekje. Heel klein schaafplekje op de kinnetje. Ja, hé? Komt goed, oh kind. Ja. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat dat weer aan de betere hand is. Zeker weten. Maar oké, lieve vrienden, geniet. Ik ga verder. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit voor de pc. Ik heb thuis van Rijka al om. Het is dokkie time. Over één vlog. Hoeveel uren ik erover gedaan heb, ik weet het niet. Maar heel erg lang. Afwas ben ik ook nog niet aan toegekomen. Nee. Heel veel problemen had ik. En dat kan wezen door de warmte dat hij het niet kon trekken. Karin die heb ik erin gelaten. Die heeft het een en het ander afgesloten waar ik geen verstand van heb. Maar in ieder geval, door al die problemen ben ik enkel het stukje intro vergeten van in deze vlog komt. Nou ja, jullie weten wat er komt, want het is het vervolg van de dag ervoor. Dus, maar hij is nou aan het renderen. Eindelijk, maar toch. Dus ik ga met Rijka lopen. Die ligt in de mand. Ewen ligt nog op de bank. En mijn dammetje die ligt daar ook. En mijn dammetje, joh. Kiekeboe. Ga mee. We lopen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Ja, en ik zou zeggen tot strakjes maar weer. Ook moeten we nog eten. Ja, dat moet allemaal nog gedaan worden. Gelukkig heb ik nog steeds lasagne. Het staat in de koelkast. Het laatste beetje ga ik vanavond zometeen klaarmaken. Eerst die dame. Zeg het tot strakjes. Doei!